Dat is echt niet normaal. Dat is gewoon niet te geloven. Ik ben Robert Bast en sinds eind april 2022 ben ik thuisloos. Daarvoor heb ik 5 jaar in een kraakpand gewoond. In 2021 kocht de gemeente het perceel. Besefte me dat ik weer op straat zou komen te staan en besloot een fietscaravan te bouwen. Daar heb ik 3 maanden over gedaan. Ik woon alweer een tijdje in het bos. Dit is 1 dag uit mijn leven. Als ik wakker word, doe ik eerst de gordijnen open en ruim ik het beddengoed op. Daarna ga ik naar buiten om te plassen. Nu ga ik water voorbereiden om mij mee op te frissen. Het water warm ik op met een campinggaspit. Het is niet erg warm buiten. Tijd om mij aan te kleden. Ik ontbijt meestal met wat fruit. Tijd om mezelf op te frissen. Ik borstel iedere dag mijn haar. Er slaat veel condens op de ramen binnen. Het neerdruipende condens vang ik op met doekjes in de vensterbanken. De doekjes moet ik iedere dag uitwringen. Ik steek wat kaarsjes aan zodat het binnen iets wat droog gestookt kan worden terwijl ik weg ben. Zo is het straks lekker warm als ik uit de stad terugkom. Tijd om naar de stad te gaan. Eerst ga ik langs de groenteboer, waar ik fruit haal. Omdat er wat plekjes op het fruit zitten, kostte zo'n zak maar 1 euro. Dit is dagopvang hier en nu van het Leger des Heils. Hier kun je als dak- en thuisloze tussen 9:30 en 17:30 terecht. Je kunt hier gratis koffie, thee en limonade krijgen, maar ook een kopje soep met brood. Mensen kunnen hier ook naar de wc of een douche nemen. Kleding wassen doen ze ook. Dat kost 2,25 euro per was. Ik ga ook naar een dagbesteding bij Toolbox. Toolbox is een werkplaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vandaag zet ik een serie wegwijzers in de grondverf. Terwijl de verf droogt, ga ik verder in de computerruimte met mijn videoproject. Soms kom ik bekenden op straat tegen, zoals Mark, een straatmuzikant. Daar blijf ik dan even bij chillen. Als het mooi weer is, ga ik later in de middag naar de oude begraafplaats. Dit is een vrij rustige plek en ik zit hier graag. Daar zet ik een muziekje op. En drink ik wat biertjes. Tijd om terug naar huis te gaan. Het begint buiten donker te worden, dus eerst maar het licht aan. De jas en de tas gaan weer terug aan de haakjes in de hoek. Het is binnen iets wat warmer dan buiten. Eerst ga ik een warme maaltijd bereiden. Vandaag eet ik rijst met rode bieten en een vegetarische schnitzel. Terwijl het eten gaar kookt, zal ik laten zien hoe de stroomvoorziening werkt. Ik heb een 12 volt accu. Ik heb verlichting, ventilatie en een autostopcontact waarmee ik mijn laptop en mijn telefoon op kan laden. Nog even de vegetarische schnitzel bakken.
en dan kan ik aan tafel. Tijdens het eten kijk ik wat filmpjes op mijn laptop. De kaarsjes hebben het inmiddels aangenaam warm gestookt. De rest van de avond vermaak ik mij met het lezen van een boekje, het spelen van gitaar of het spelen van een spelletje. I am the great mighty fool. Het is bedtijd. Nog even plassen, uitkleden, in de slaapzak kruipen. En ik kan gaan slapen. Welterusten.